Oké, zoals jullie kunnen zien, mijn bed staat nu hier zo. Dit is wel hoe het een beetje er uiteindelijk uit komt te zien. Want mijn softbox die komt dus daar zo te staan. Een hele goede morgen iedereen. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Hier op dit kanaal. Mijn naam is natuurlijk Jochem. En tof dat jullie allemaal kijken naar weer een nieuwe vlog. Jawel, vandaag ben ik met iets speciaals bezig. Wat best wel vet wordt. Gaat nog wel eventjes duren, maar ik waarschijnlijk aan het einde van het jaar is dit wel helemaal gefixt. Ik zat er namelijk al een tijdje mee dat ik een nieuwe setup wil. Voor het streamen en het opnemen van video's achter mijn computer. En daar ben ik nu mee bezig. Ik ben mijn kamer aan het opruimen, verbouwen, verschuiven. Dus dat is wel vet. Het is wel een beetje na dat we nu in de winterperiode zitten. Dus dat betekent dat het snel donker wordt. Dus waarschijnlijk ga ik zo meteen even mijn softbox neerzetten. Zodat jullie ook gewoon goed licht hebben. Ik heb net een beetje mijn kast leeggehaald. Een beetje kleren opgevouwen en zo. Hier ligt nog een stapeltje met kleding. En nu ben ik mijn kast dus aan het verschuiven. Kijk, hier staat dus mijn kast. Het is echt een troep. Ik ga het niet te veel laten zien, maar het is echt een troep. Ik ben nu deze kast aan het verschuiven naar hier zo. Ik ga nog niet per se laten zien hoe de kamer eruit komt te zien. Misschien heb ik trouwens een foto, een blaadje. Ja, kijk hier. Het is niet echt heel goed te zien. Zo wordt de kamer dus, waarschijnlijk. Dit is de deur, dat is die deur, daar zo. Dan komt hier de kast. Dus daar ben ik nu bezig. Hij staat nu hier, hij gaat dus hierheen. Dat is deze kast, die stond dus eens daar, die gaat nu daar zo heen. Dan komt mijn bed, komt dan hier zo te staan. Die staat nu daar zo, die gaat dus daarheen. Ik ga het niet te veel laten zien, want het is echt een troep. Dan komt hier een nieuw bureau. En dan komt hier dus zeg maar de setup. Dus dit ga je dan op de webcam zien. En dan komt hier waarschijnlijk nog een kast of zo. Dus dit wordt eigenlijk een beetje hoe mijn kamer eruit komt te zien. Misschien snappen jullie het niet echt goed. Jullie gaan het uiteindelijk wel zien. Ik ben nu in ieder geval bezig met de kast te verplaatsen. Dus dat is het eerste object wat gedaan moet worden. En daarna ga ik waarschijnlijk mijn bed verplaatsen. Want hij staat nu zeg maar zo. En hij moet dan zeg maar daarheen. Dus dat moet dan ook helemaal opgeruimd worden. Dus daar ga ik nu mee verder. Ik ga maar als eerst even deze kast verplaatsen. Hij is niet zo zwaar, dus dat valt mij. Laat ik dat eerst even doen. Oké, de kast is verplaatst, dus dat is goed. Die staat nu hier zo dus. Dan loop je nu zo de kamer in, dan heb je hier dus de kast. Dit is de deur, die kan dus gewoon nog net goed open, dus dat is helemaal top. Er zit nog een klein randje tussen. Waarschijnlijk hierachter komt nog iets van een kapstok of zo, of hier zo. Dus dan moet ik nog maar eventjes kijken. Maar de kast, die staat nu dus hier zo, en hier komen de spullen in. Dan staat dit bureau nu even hier zo, die gaat uiteindelijk nog weg. Maar dat gebeurt uiteindelijk, weet je. Ja, dan moet ik nu eigenlijk gewoon dit even allemaal opruimen. En dan onder mijn bed, echt shit. Want daar liggen allemaal dozen. Die moeten allemaal weg. Want anders kan ik mijn bed niet verschuiven. Dus ga ik dat nu maar als eerst even doen. Eventjes voor de duidelijkheid. Dit gaat dus weg. Uiteindelijk komt daar zo dus mijn bed. En komt hier dus mijn bureau te staan. Waardoor je dus hier zo de webcam hebt. En dan wordt dit zeg maar de achtergrond van mijn webcam. Dus dat is eigenlijk het idee daarvoor. En dan heb je dus zo'n, ja, best wel mooie achtergrond. Gewoon een rechte achtergrond, zeg maar. En dan wil ik hier waarschijnlijk iets van posters op gaan doen. Van Star Wars of zo, I don't know. Ik wil een vette achtergrond maken. Met verlichting en zo. Dus dat komt uiteindelijk. Maar als eerst moet ik maar even gaan opruimen. Want dit was best wel makkelijk. Maar nu gaan we naar de echte hel. En dat is het bed, het bureau. En dat soort shit. Het is wel belangrijk. Ik ga waarschijnlijk deze vlog, of het is in één dag, wordt het opgenomen, of in twee dagen. Want ik heb namelijk vandaag om dit te doen en morgen. En de dag daarna moet ik weer kunnen streamen. Dus dan moet ik een tijdelijke setup hebben om te kunnen streamen. Daar heb ik al ideetjes voor. En natuurlijk ook om te kunnen bewerken, te editen en zo. Dus daar ga ik nu een beetje aan werken. Ja, ik zie wel potentie hierin. Dit wordt wel vet. Ja, misschien is het een beetje onduidelijk voor jullie.
Maar jullie krijgen uiteindelijk het eindresultaat te zien. En dat wordt best wel vet. Misschien ga ik ook even mijn softbox neerzetten. Want het begint al best wel donker te worden. En ik ga misschien een shirt aan doen, want ik heb het ook best wel heet. Ja, ik zie jullie zo meteen weer terug. Oké, er is nu al redelijk wat gebeurd. Het is nog steeds een best wel erge troep. Onder mijn bed is het nu al redelijk leeg. Daarvoor is het al leeg. Hierachter staat alleen nog wat shit. Die shit staat nu ook allemaal daar zo. Allemaal boeken en zo. En allemaal dozen. Dat ga ik even verplaatsen naar de Lego-kamer. Want daar staat nu ook allemaal shit. Wat onder mijn bed stond. En nog wat kleren uit mijn kast en dat soort shit. Ik heb de schoen even lekker daar zo neergezet. Ik heb trouwens ook mijn softbox neergezet. Dus dat is episch. Ik heb even lekker wat licht. Dit staat nu allemaal vol met nog wat meuk. Wat dus eerst ook allemaal daar zo stond. Ik ben dus een beetje bezig dus. Ik probeer nu eerst mijn bed leeg te maken daaronder. En dit leeg. Zodat ik mijn bed kan schuiven daar naartoe. Dan kan ik dat weer allemaal vullen. En dan is het eigenlijk klaar voor nu. Dan hoop ik dat we de volgende vlog ergens het bureau hebben. Of de vlog daarna. Dat zou best wel chill zijn. Want dan kan dit bureau ook weg. Dus dat is wel episch. Waarschijnlijk gaat dat ook eventjes verplaatst worden tijdelijk. Ik ben er even mee bezig. Ik ga in ieder geval weer verder met shit hieronder weghalen. Want er staat nog wel wat shit. Hier ligt ook allemaal stof. Ja, ik moet misschien zo meteen ook maar even de stofzuiger pakken. Oké. Er is nu best wel veel gebeurd. Ik ben van plan om mijn bed nu te verschuiven. Zoals jullie kunnen zien, dit is helemaal leeg. Ik heb ook even stof gezogen. Dus dat is helemaal nice. Daaronder is het ook helemaal leeg. Dus dat is helemaal top. Daar liggen nog een paar kabels. Maar die waren nog van mijn tv die daar eerst stond. Dit is nu helemaal leeg. Mijn bed ligt nog wel een beetje vol. Maar ik ga hem eerst verschuiven. En dan kan ik dus weer de kast een beetje inrichten. Een beetje alles weer netjes maken. Dus dan, ik heb hem al een beetje verschoven. Kijk, dit stukje heb ik hem al verschoven. Ik ga deze kant ga ik daar zo heen schuiven. En dan komt mijn bed dus daar zo te staan. In die hoek. Er staat nu ook momenteel nog mijn bureau. Die nu echt een troep is. Maar die gaat dan als het goed is over 2 weken daar weg. Dus dan heb ik gewoon mijn bed daar zo. En dan komt mijn bureau dus. Heb je daar mijn bed. Komt daarnaast dus mijn bureau te staan. En dan komt hier dus de setup zeg maar. Dus nu is het eigenlijk even de taak om mijn bed nu zo te schuiven. En als dat dan eenmaal zo is kan ik dit even stofzuigen. En dan kan ik een beetje gaan opruimen. Ik moet dus ook even gaan kijken hoe ik dat met mijn setup doe. Waarschijnlijk ga ik dit tafeltje hier zo even neerzetten. Ga ik hier mijn setup doen. Voor de aankomende 2 weken om te streamen. Ik moet nog maar even kijken hoe ik het ga doen totdat ik mijn nieuwe bureau zeg maar heb. Dus ja, laat ik dan als eerst even dit bed gaan verschuiven. En ja, dan ga ik wel verder kijken. Oké, zoals jullie kunnen zien, mijn bed staat nu hier zo. En zo komt hij uiteindelijk ook te staan. Ik denk alleen dat ik hem voor nu nog even een stuk daarheen schuif. Als nu mijn bureau daar nog staat. Die gaat uiteindelijk dus weg. Dus waarschijnlijk schuif ik die nog even een stukje daarheen. Voor tijdelijk. En dan als het bureau volgende week ergens weg is. Dan gaat hij gewoon helemaal zo staan. Ik ga dat dus eerst even doen. Dan ga ik de onderkant helemaal hieronder ga ik weer vullen. Want zeg maar hier zo staat nog allemaal shit. Jullie zien het niet echt, maar de hele Lego kamer staat vol. Hier zo staat ook nog allemaal shit. Ik moet er allemaal weer onder. Hier natuurlijk nog mijn cameratas. Dus dat ga ik eerst even eens lekker fixen. Wel chill dat ik die softbox dus heb, want nu is dit gewoon nog lekker verlicht. Als dat eenmaal gebeurd is, ga ik dat bureau wat daar staat, ga ik hier zo neerzetten. En dan ga ik hier mijn tijdelijke setup bouwen. Zodat ik toch nog even een beetje kan streamen en zo. En dan, dan moet ik eigenlijk wachten totdat mijn bureau er is. Of nou ja, wachten totdat mijn bureau er is. We gaan dit blad gaan we een stukje korter maken. En daar doen we dan 5 poten onder. 1 in elke hoek en dan in het midden nog eentje. Want dit blad is echt gewoon nog echt een perfect blad. Wat we gewoon nog lekker kunnen gebruiken. Dus dat is helemaal top. We hoeven niet €100 of zo te besteden aan een bureau. Gewoon even nieuw poot en dan vind ik het wel goed. Dus ja, voor de rest denk ik dat waarschijnlijk de planken voor nu nog even blijven. Want die hoeven niet per se veranderd te worden. We gaan misschien ook mijn hele dit en zo, dit groene en blauw gaan we misschien ook nog helemaal verven. Dus dat wordt ook wel vet. Maar dat komt allemaal later, weet je. Ik wil eerst gewoon even dat sowieso mijn setup gefixt is en zo. En dan kunnen we kijken wat we nog gaan schilderen en dat soort dingetjes.
Dus daar ga ik nu eerst even aan werken. Ik heb trouwens ook deze gevonden. Of nou ja, gevonden. Deze stond achter mijn bed. Dit is natuurlijk waar de poppetjes op stonden. De Lego minifigures. Bord. Ja, die gaat waarschijnlijk ook weg. Ik weet niet wat we hier nog mee moeten doen. En voor de rest ga ik dan dus eerst eventjes shit onder mijn bureau zetten. Yes, episch. Oké, hoe het er tijdelijk nu uitziet. Ik heb dit bureau hier neergezet. Ik blijf het zeggen, dit wordt een ander bureau. En die wordt helemaal zo lang. Dit is wel hoe het een beetje er uiteindelijk uit komt te zien. Want mijn softbox, die komt dus daar zo te staan. Ik moet even niet op dit letten, want hier staat mijn bed. Maar er staat nu allemaal shit op. Dus dat gaat uiteindelijk ook weg. Dan komt hier dus een groot bureau. Ongeveer tot hier. Want hij is ongeveer net zo lang als mijn bed. Alleen mijn bed is nu nog een stukje hierheen geschoven. Die gaat ook nog zo ongeveer tot en met... Ja, zoiets denk ik. Omdat, ja, mijn bureau staat daar nog. Die gaat ook eerst weg. En dan komt hier dus dat hele lange bureau een beetje van mijn bed af. Omdat mijn softbox ertussen moet staan. Die staat hier dan ook. En dan staat hier dus eigenlijk mijn stoel. En dan zit ik hier eigenlijk te gamen en te streamen. En dan komt hier dus een monitor, andere monitor, hier toetsenbord. Ja, het is alleen wel een beetje muf met dit bureau. Maar dit bureau blijft er dus ongeveer 1 à 2 weken. En dan heb ik dus een nieuw bureau. Dus dat is dan helemaal top. In principe, dit gaat wel met de ruimte hier zo. Dit wordt nog een vette achtergrond. Alleen ja, nu lijkt het heel krap. Maar dit gaat dan dus helemaal weg. En dit, ja, hier komt dan dus ook nog een stuk van het bureau. En dan kan ik ook meer hier zo zitten. Dus dan zit ik ongeveer, denk ik, zoiets. En dan komt mijn softbox ongeveer daar zo. Dus dat wordt in ieder geval best wel vet. Ik denk ook dat ik de Star Wars spullen hier zo laat. Want in principe... Die staan best wel op een goede plek, denk ik. Die plank in principe ook. Die gaan misschien later nog ergens anders. En voor de rest hier zo is dan gewoon loopruimte uiteindelijk. En ja, dan komt hier dus een echte vette achtergrond met verlichting en dat soort shit. Het wordt best wel vet. Ik ga nu eventjes mijn bed leeg maken. Het is nu ondertussen ook weer donker trouwens. Dit ga ik even opruimen. En dan ga ik mijn computer eventjes hier zo aansluiten. Zodat het eventjes werkt. Ik weet niet of ik alles ga aansluiten. In ieder geval mijn monitors, mijn computer, mijn ja, toetsenbord, muis en dat soort shit. Even kijken of dat hier zo'n beetje lukt. En daarna moet ik dit dan ook maar even gaan opruimen en zo. Voor de rest onder mijn bureau ligt nu ook weer allemaal shit. Dus dat is helemaal top. Ja, laat ik weer verder gaan. Het is echt heel veel opruim shit. Oké, uiteindelijk zijn we echt een tijdje verder. Het ziet er best wel dope uit. En het gaat nog doper worden, al komt mijn nieuwe bureau er. Dan gaat het er echt helemaal vet uitzien. Nu ziet het er nog op sommige plekjes een beetje matig uit. Maar dat komt echt gewoon, ja, omdat dat nieuwe bureau er dus nog niet is. Maar het begint er wel op te lijken van wat ik dus wou. Dus ik ga het eventjes laten zien. Dit is natuurlijk de deur, waar je altijd de kamer in komt. Dit is nog hetzelfde, dit wordt misschien nog anders, misschien niet. Ik heb geen idee. Dit was vroeger natuurlijk de achtergrond. Dan heb je nu aan deze kant natuurlijk de kast. Dat gaat waarschijnlijk ook nog opgeruimd worden. Sowieso, dit wordt nog opgeruimd in de kast en dat soort shit. Hier hebben we lekker dit dingetje. Dit mooie tapijtje. Misschien zet ik die nog daar achter neer. Of hier zo, ik weet niet. Ik moet nog maar even kijken. Dan, dit is nog een troep. Dit wordt nog opgeruimd, dus dat komt later. Dan heb je hier nu mijn bed. Ja, mijn bed staat nu hier zo. Uiteindelijk wordt die dus nog opgeschoven tot de muur. Aangezien dat mijn oude bureau, die gaat dus weg. Dus dan schuif ik hem helemaal op tegen de muur aan. Nu kan dat niet, want anders kan ik er niet slapen. En dat betekent dan dus ook dat hier meer ruimte vrijkomt. Want dan wordt die dus opgeschoven en dan heb je dus tot met hier ongeveer ruimte. Dus hier kunnen nog dingen gedaan worden. Misschien ja, schoenen en zo. Ik wil sowieso nog een kapstok. Die komt waarschijnlijk hierachter. Met mijn jas en mijn tassen en dat soort dingen. Maar nu staan mijn schoenen daar eventjes. Hier, dit ding gaat ook nog weg. Maar die gaat dus uiteindelijk weg. De muur wordt nog ja, netjes gemaakt. Er zitten nog allemaal spijkers in. Dit gaat waarschijnlijk ook allemaal weg. Het lijstje hier zo. Die krijgt waarschijnlijk een nieuwe plek op de achtergrond. Lijkt me wel grappig. Om die daar neer te zetten. Dan heb je toch een beetje beweging in de achtergrond van mijn webcam.
Dat is wel nice, naar mijn mening. Het is ook wel chill dat mijn bed hier zo nu staat. Want nu als ik lig te slapen, kan ik mijn voetjes lekker tegen de kachel aandoen. Ja, dat is wel lekker, ja. Dit wordt ook nog allemaal aangepast. Dit ding werkt nu niet. Maar er komt een nieuwe. En waarschijnlijk wordt dit ook helemaal geverfd. Dit gaat er nog af. Deze kleuren worden waarschijnlijk ook nog helemaal geverfd. Blauw en groen en zo. Dat wordt ook nog helemaal anders. Die planken gaan nog weg. Die posters gaan nog weg. Die klok gaat ook nog weg. Waarschijnlijk een nieuwe klok of zoiets. Dat wordt dan dus ook nog allemaal geverfd. Ja, dan gaan we nu naar de setup toe. En zo ziet de setup er nu uit. Ja, zoals ik al zei. Het ziet er in principe wel grappig uit. Maar het bureau wordt natuurlijk nog echt anders. Het is nu echt een heel klein bureau. En ja, mijn pc staat er nu ook naast op een gaar tafeltje. Ja, dit wordt gewoon echt een lang bureau. Dat, zoals ik net al zei, dat bureau daarachter gaat dus helemaal weg. En dan komt er dus vanaf daar tot de muur tot en met hier zo. Ongeveer dus tot en met de lengte van mijn bed. Komt dus een bureau. En daar komt dan dus dit allemaal op te staan. En dan kan mijn computer dus ook op mijn bureau staan. Dan kan mijn laptop ernaast en dat soort shit. Dus dat is wel heel episch. Dan gaat dat randje gaat dus ook helemaal weg. Aangezien daar dus dat nieuwe bureau komt. Dan heb ik daaronder het kassie. Met nog wat spulletjes voor mijn stream. Dus die staat daar zo. Die krijgt misschien ook nog een andere plek of zo. Moet ik nog maar even met dat kastje dus kijken. Nou ja, dit spreekt voor zich. Dit is gewoon de setup met twee schermen. De softbox staat hier nu dus. Dat is wel episch. Ik kon hem helaas niet draaien. Dat vind ik jammer, dus hij staat nu zo. Maar it is what it is. Het geeft gewoon genoeg licht. En het statief staat hier dus helemaal zo achter. Je gaat hier achterlangs. En die staat dus daar zo. Ja, de kabels zijn echt nog heel erg. Maar dit is dus eventjes tijdelijk. Computertje staat hier zo dus. Dus dat is wel nice. Daar gaat gewoon alles in. Dus dat is wel episch. De kabels gaan hier gewoon lekker langs. Ik moet wel echt uitkijken. De kabels die moeten wel echt gefixt worden. Want ik wil niet dat als ik lig te slapen. En ik draai mijn dekens of zo. Dat hij dan mijn scherm naar beneden trekt of zo. Dat is wel echt een ding. Dus dat moet gewoon even goed gefixt worden. Dan gaat dat dus helemaal weg. Die planken hier zo, die blijven waarschijnlijk wel. Want in principe als hier gewoon een bureau komt. Die planken die zitten niet in de weg en zijn best wel vet. Posters gaan wel uiteindelijk weg. Dat gaat allemaal weg. Ik denk dat ik de lamp gewoon zo laat. Ik vind het wel een vette lamp met allemaal gebouwen erop. Ja, die is wel vet in principe. Die pijp daar zo, die wordt ook geschilderd als het goed is. Met dit stopcontact moet ik nog even kijken. Ik denk dat ik deze er ook uit laat. En dat het gewoon ja, een leeg stopcontact wordt. Ik zou hier in principe ook dat lijstje in kunnen doen. Maar dan zie je weer een kabel. En ik wil eigenlijk ja, dat de kabels gewoon hier netjes weggewerkt worden. Dit wordt dan uiteindelijk de achtergrond van de webcam. Of van de facecam. Dan komt hij uiteindelijk zo te staan. Dan heb je dit dus als achtergrond. Waarschijnlijk gaat deze nog wel meer naar achter en meer hierheen. Dus dan heb je nog een groter veld. Ik moet nog maar even kijken hoe ik dat ga doen. En dan wordt dit dus de achtergrond. En hier ga ik nog heel veel shit aan aanpassen. Het wordt echt een vette achtergrond. Nu staan er nog even wat dozen. Die gaan uiteindelijk weg. Er zit nog allemaal Lego in voor de Lego kamer. Dat gaat dus uiteindelijk weg. Hier staan nog wat planken dus. Die gaan ook uiteindelijk weg. En dat is dus eigenlijk alles voor de nieuwe setup. Kamerverbouwing. Shit. Ja, het wordt best wel episch. Ik hoop over 1 à 2 weken dus mijn nieuwe bureau te hebben. Dan kan ik alles goed installeren. Dan ga ik ook alle posters weghalen. Planken weg. Ja, we moeten dus nog maar even kijken met dit. In principe staat het er wel leuk. Maar we kunnen het misschien ook wel anders doen. Hier is ook gewoon nog genoeg loopruimte. Het is gewoon echt helemaal perfect. Ook al komt het bureau tot hier. Al komt hij ongeveer tot hier of zo. Heb je ook nog genoeg loopruimte. Het is echt helemaal perfect. Ik vind het echt vet. Ja, het begint echt vet te worden. Dit is dus hoe mijn kamer er nu uitziet. Voor de aankomende 2 weken. En daarna komt er dus een nieuw bureau. En dan ga ik weer alles opnieuw installeren en zo. En dan ga ik het echt mooi maken. Maar voor nu is het dus dit. Voor de achtergrond heb ik al ideetjes. Maar dat gaat nog even duren. Want het is best wel duur. Ik zal het binnenkort wel een keertje vertellen wat ik voor de achtergrond wil. Naar mijn mening is het best wel vet. Maar dat gaat waarschijnlijk nog even duren. Wat ook wel leuk is, als het bijvoorbeeld, het wordt nu bijna kerst. Dan kan ik bijvoorbeeld tijdens mijn streams kan ik op de achtergrond wel een kerstboom neerzetten. Dat is best wel vet. Misschien dat ik een kerstboom kan fixen. Een neppe kerstboom. Een beetje een grote. En dan kan ik die gewoon daar in de hoek zetten. En dan zie je die gewoon op de achtergrond van mijn camera.
Dat is best wel vet. Dat zijn leuke dingetjes die ik eerst dus niet kon doen, omdat mijn bed op de achtergrond stond. Dus dat is wel vet. Ik ben hier al best wel blij mee. En dat wordt nog veel vetter. Dus dat is helemaal episch. Ik heb ook gefixt dat ik hier gewoon internet heb. Want de internetkabel, die is net lang genoeg. Die paste net. Dus dat is helemaal top. En ja, dan zit ik hier dus. En dan ga ik hier voortaan mijn video's opnemen. Ik vind het ook wel leuk. Dat hierachter heb je dus geen muur meer. Dat vind ik best wel grappig. Je hebt hierachter dus gewoon mijn bed. Het wordt dus nog een ander bureau en dat soort shit. En ja, hier is natuurlijk mijn microfoon. En ja, wat wil je nog meer weten? Het begint best wel vet te worden. Episch, episch, episch. In ieder geval, ik ga nog even wat dingetjes doen. Ik weet niet wat. Ik moet maar even kijken. Misschien dat ik even ga gamen. Ik ga even chillen ofzo. Ik heb vandaag best wel veel gedaan. Ja, best wel episch. Oké, het is nu ondertussen alweer een tijdje later. En ik heb voor later nog een leuk ideetje. Dit ga ik nu nog niet helemaal uitwerken. Want het kost ook best wel veel moeite. Maar het lijkt me best wel vet om dit ook voor de streams te fixen. En dat is namelijk... Dit zie je wel vaker bij streamers. Maar dat ze een achtercam hebben. Ja, dat is best wel vet. Dan een backcam. Dan kun je gewoon zeg maar tijdens de stream... Kun je bijvoorbeeld overswitchen naar deze camera. En dan kun je gewoon ja, de achterkant zien hoe de streamer dus bezig is. Dat is ja, best wel een grappig idee. Ik heb nu even die camera daar zo zitten. Er zat daar al een spijker in de muur, dus die heb ik daar even gedaan. En het ziet er in principe best wel grappig uit. Ja, het is natuurlijk wel echt nog een troep. Maar als dan uiteindelijk hier dat hele bureau komt, en dat bureau is weg en daar staat gewoon mijn bed, dan denk ik dat het er wel clean uitziet. Dus ja, dat is misschien nog een leuk ideetje voor later. Kwam zo eventjes in mijn hoofd op. En ja, hey, daar ben ik, hallo. Ja, de camera die werkt dus... Ja, wel echt. Dus dat is episch. Je ziet me ook lekker filmen. Dat is misschien nog wel een vet idee. De kwaliteit is ook nog best wel goed. Dus dat is wel nice. Het is natuurlijk een 1080p camera. Ik ga hem dan nog wel anders verbinden. Dan moet ik ook die hele kabel wegwerken. Helemaal daar langs het plint waarschijnlijk. Ja, het kost wel even tijd. Maar dit is misschien nog iets leuks voor later. Ik zat ook te denken voor de achtergrond. Als dit uiteindelijk weg is, wil ik hier eigenlijk een soort van kast... Met gamespulletjes erin en zo. LED-stripje erbij. En dus bijvoorbeeld met de kerst een kerstboompje neerzetten of zo. Dat lijkt me nog wel leuk. Maar voor de rest. Dit is nog wel een, ja, een grappig idee. Is niet echt handig voor de ja, opneemvideo's. Maar voor de stream zeker wel. Dus ja, dat is wel vet. Ik kan dan bijvoorbeeld ook gewoon zo de intro doen. Dat ik hier zo gewoon ga praten en zo. En dat je mij dan ja, daar zo ziet. Het is een beetje moeilijk om te laten zien. Hallo. Ja... Ik vind streamen best wel leuk. Ik zit er een beetje mee te kutten. Ja, top. Ja, ik vind het echt episch eruit zien. Alleen we moeten nog maar even tot volgende week wachten voor het nieuwe bureau. Voor de rest is het nu ook best wel laat. Dus dat betekent dat ik hier gewoon lekker de vlog ga afsluiten. Ik vond het weer zeker een leuke vlog. We hebben zeker veel shit gedaan. Nieuwe setupje gebouwd. Soort van half. Ik ga er nog meer shit aan doen. Dus dat wordt zeker vet. Ik hoop dat jullie deze vlog natuurlijk leuk vonden. Kunnen we hem natuurlijk belonen met een lekker blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan hoop ik jou natuurlijk volgende week weer bij een nieuwe vlog. Om natuurlijk 6 uur hier op dit kanaal te zien. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Later mensen.